Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fotogeniek. En vandaag gaan we op bezoek bij een echte reiziger. We staan hier bij de camper van Lisa en hier gaan we even een kijkje nemen. Ding dong! Hey! Hey! Kom maar binnen! Even de schoenen uit, hè? Hey Lisa. Hey, goeiedag. Hey. Ja, dankjewel dat je mogen zijn. Zeker, zeker. Leuk. Ja, top. Dit is jouw huis. Huis op wielen, klopt. Super vet, super vet. Dankjewel. En jij gaat dus echt gewoon, of jij gaat, dit doet echt al reizen, toch? Ja, ja al een, nu denk ik een jaar. Eerst naar Portugal en Spanje geweest met een kleiner Volkswagenbusje. Uiteindelijk de liefde weer gevonden in Limburg. En toen zijn we iets groter gegaan. Dus hebben we een oude Fiat Ducato uit 1988 omgebouwd. Ja, echt heel tof. Dankjewel. Ook echt alles zit erin, hè? Ja, douche, wc, keuken. Eigenlijk gewoon een zitgedeelte. En hierboven hebben we het bed. Je gaat ook wel heel bewust leven, denk ik dan, hè? Als dit nog maar je huis is. Ja, klopt. Vooral qua energiegebruik en watergebruik, kleding. Eigenlijk alles wat je in huis hebt. Je kan natuurlijk niet boodschappen doen voor de hele week. Dus je gaat echt kijken van, oké, wat kunnen we waarmee maken? En hoeveel water gebruik ik? Ik douche nu nog maar 1 minuut, terwijl dat vroeger toch wel een kwartiertje duurde. Maar als je dat nu een kwartier doet, dan is de watertank zo leeg. Ja, dat is goed. Dan moet je heel vaak water gaan halen. Ja, dan moet je heel vaak water halen. Dat is niet zo heel erg leuk om te doen. Dus dan kies je wel heel bewust met wat je wel en wat je niet doet met je water. Ja. Nou, dit is dus eigenlijk je nieuwe leefstijl. Ja, klopt. Hoe doe je dat dan ook met werk? Nou, toen ik nog in Nederland zat, heb ik nog wel een tijdje gewerkt in de horeca. Daar ben ik nu mee gestopt. En dadelijk als ik onderweg ben, ga ik vooral online werken als grafisch vormgever. Ah, dat is heel tof, want je bent ook van beroep ook echt vormgever, toch? Ja, ja, ik ben afgestudeerd als grafisch vormgever. Ook nog een stukje fotografie erbij, dus dat is wel leuk. En daar ga ik dadelijk proberen online mijn geld mee te verdienen. Voor bedrijven, voor mezelf, mensen te helpen die misschien dezelfde levensstijl als mij willen gaan creëren. Om te kijken van, waar begin ik en hoe gaat het hele proces? Want het is niet even leuk een camper kopen en ik ga dat wel even doen. Daar komt veel meer bij kijken. Ja. Ik denk dat mensen heel erg vergissen daarin, hè? Heel erg, ja, denk ik wel. Ik denk dat mensen vooral het hele romantische plaatje zien wat het niet altijd is. Ja. Kun je daar iets over vertellen, het niet romantische plaatje? Wat ik afgelopen half jaar gemerkt heb toen ik in Spanje en Portugal zat, was je moet iedere dag kijken waar haal ik mijn internet vandaan, waar haal ik mijn water vandaan, waar ga ik slapen vanavond, want je mag niet zomaar met je camper en ook niet met je busje zomaar parkeren. Waar haal ik mijn eten vandaan, is er ergens een supermarkt in de buurt, sta ik alleen, sta ik met meerdere mensen. Waar ga ik douchen? Nu hebben we een douche, dat had ik een half jaar geleden nog niet, dus dan was het gewoon lekker in de zee. En dat was de beste douche die er was. Heel veel mensen geloven dat niet, maar dat is echt zo. Ja, zo heb je wel keuzes waar je normaal niet mee bezig bent. Normaal ben je niet bezig, waar haal ik mijn water vandaan? En dat is nu wel zo, ja. En jij gaat dan een stukje online werken, of een stukje gaat helemaal online werken. Jouw vriend die gaat offline werken, toch? Ja, hij is van beroep hoevenier. Dus we willen daar gaan kijken of we misschien aan projecten kunnen gaan meehelpen. En daar eigenlijk in ruil of eten of staapplek of geld aan kunnen krijgen. Dat is wel heel veel voorkomend in Portugal en ook in Spanje. Dat je eigenlijk gaat meehelpen daar aan een project. Of gewoon inderdaad een baan zoeken als of grondverzet of hoevenier. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel meer aan zijn straatje zit. Hij is niet zo van het online werken. Nee? Nee, totaal niet. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, kun je dan jouw hele nieuwe leefstijl volledig combineren met het werken? Ja, dat klopt. Het is juist eigenlijk wel leuk dat je overal op de hele wereld je werk kan uitvoeren. Dus dat het niet uitmaakt of je nou hier in Limburg zit of dat je toevallig in Spanje zit of Portugal zit. En dat je eigenlijk overal je werk kan doen en dus eigenlijk op reis kan met je werk. En dan maakt het werk ook een stuk leuker. Ik ga even mijn camera pakken en dan gaan we lekker aan de slag. Leuk. En dan gaan we echt even je leefstijl van hier, dan wel nu even Nederland, maar we gaan dat lekker vastleggen. Is goed, leuk. Top, ik ga hem even pakken. Zeker. Nou, dan gaan we zo in de interviewstijl. Oh, je zit al super leuk. Gaan we even een paar foto's maken. Is goed. Dit is natuurlijk je plekje. Ja. Ik ga even de camera instellen. Ik ben natuurlijk binnen. Even een paar shots. Oh, iets te veel licht. Yes. Zie je lekker ontspannen? Doe eens even. Ja. Top. Nou, dan gaan we nu wat props erbij pakken.
Want je vertelt natuurlijk dat je daar vooral digitaal gaat werken. Dus je laptop en jouw camera, hele vette camera trouwens, analoog. Thanks. Heel anders hoe ik fotografeer. Maar dat is super gaaf, want dan krijg je echt die reiseffecten mee als je later pas ontwikkelt. Nou, wat we gaan doen, je mag je laptop openzetten, mag je camera erbij pakken. En dan mag je gewoon een beetje doen alsof je met je computer bezig bent. Ja, of ja, doen alsof, je mag ook letterlijk met je computer bezig zijn. Okay. Nou, wat ik nou ga doen, ik ga nou vooral scherpstellen op de camera. Dus het kan zijn dat ik vraag of je tijdens het werk even richting mij kan kijken of naar je computer kan kijken. Dat is goed. Yes. Wow, het is iets voor kleinere mensen. Ja, kun je iets van een grafisch ontwerp opstarten? Zou je je drinkfles een beetje naar achter kunnen zetten? Of naar voren, een van de twee. Ja, dat mag ook, yes. We gaan door naar het volgende shotje. We zitten nog steeds in de camper. En we gaan nu een foto maken als het bed opmaakt. Want ja, dat is natuurlijk een van de duidelijkste dingetjes. Mag je hand ietsje lager? Yes. Ja, top. Dankjewel. We gaan nu door met het koffie maken. Want dat is natuurlijk heel belangrijk 's ochtends. En dat doen we lekker vanuit hier. We gaan van buiten naar binnen fotograferen. Een beetje een goedemorgen momentje. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaaf. Ja, dit is vet. Kun je even uit het raam hangen? Wat een leven. Ze gaat natuurlijk niet alleen reizen. Nee, ze heeft natuurlijk een echte reisbuddy bij zich. Haar vriend gaat gezellig mee en uiteraard hoort er ook een klein shotje van. Yes. Mag je het raampje even omlaag doen? Met de hand nog? Jazeker. Mag jij een beetje over je stuur een beetje leunen zo? Ja, dan mag je naar mij kijken. Ja, dit is leuk. Uiteraard hoort er ook een officieel portret bij. En dat gaan we hier doen aan de voorkant van de camper. Het zonnetje schijnt lekker. Mooi natuurlijk op de achtergrond. Ik zou zeggen, let's go. Mag je gewoon naar mij kijken en... Lach alsof je het leuk vindt. Oh, dit is wel heel leuk zo. Lisa, bedankt. En dan is je echt een super vette leven toe. Want reis is het niet, het is echt een leven. Heel veel succes. En ik zou vragen, heb je nog een tip voor de kijkers thuis? Voor iemand die het misschien ook zou willen? Als je gaat kijken voor een busje of voor een camper, doe wat goed voelt. Want je gevoel, dat is je grootste navigatie die er is. Heel mooi. Echt super bedankt. Heel succes. Dankjewel. Heel plezier. Jojo. Jojo. Ja, dames en heren, we maken nog een laatste shotje en dan terug naar de studio voor de aftertalk. Doei! Doei! Zo, ik ben weer terug in de studio en klaar voor de aftertalk. Wat was dat een leuke dag zeg. We hadden ook zo'n goed weer.
echt perfect. Echt helemaal top, top, top. Nou ja, goed, we gaan het even hebben over de foto's, uiteraard. En het was zo leuk, want we hebben het op een zo'n gave volgorde gemaakt, zoals je al zag. We zijn dus eigenlijk begonnen met een kijkje te nemen in de caravan, wat heel erg gaaf was. Even een lekker gesprekje gehad, kijken hoe het valt. En tijdens het gesprekje heb ik alvast wat portretten van haar gemaakt. Dus eigenlijk het profiel van haar. Daarna heb ik wat foto's gemaakt van in de caravan. En ik moet zeggen, het was leuk, maar het was ook wel weer een beetje lastig. Want je hebt in de caravan dat het wat donkerder natuurlijk is, maar je hebt wel weer licht van buiten. Dus als je een foto maakt waarbij je een stukje van buiten wil en een stukje van binnen, een soort van uitzicht door het raam, dan heb je bepaalde fototechnieken. Dus dat was een beetje moeilijkheidsgraad, maar ik moet zeggen, het is allemaal heel goed gelukt. Nou goed, nu gaan we weer even verder op het stukje reizen, hè? Want ze gaan hier echt helemaal in wonen. Wat doe je dan elke dag? Nou ja, je zet koffie. Dat is natuurlijk een dingetje wat je iedere dag doet. Dat doen we natuurlijk ook als we hier wonen. Maar dat doen ze wel op een speciale manier. En wat leuk is aan de foottechniek, ik kon die dus van buiten maken naar binnen toe, zodat je echt een beetje dat luikje zo hebt, dat je een heel gaaf effect hebt. Dat zie ik op deze foto hier. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik ook hier weer wat last had van, ik zit buiten, dus dan heb je al het licht van buiten en binnen was het weer donker. Maar ook daarmee heb ik gekeken dat ik het binnen goed had en buiten net niet. En heb ik dat weer rechtgetrokken en zo heb ik dit resultaat uiteindelijk gekregen. Nou ja, goed, Lisa die gaat natuurlijk niet alleen op reis. Die gaat het avontuur niet in een eentje doen. Ze doet het samen met haar vriend. En uiteraard hoort dan wel een portretje van hun samen erbij. Nou ja, goed, dan ga je kijken waar ga je dit maken. Doe je dit in de caravan? Doe je dit buiten de caravan? Doe je dit in het veld? Ik had zoiets van, hoe gaaf is het als ze letterlijk op het trapje zitten. Ze van, hey, welcome to our crib. Dus vandaar hebben we die hier gemaakt. Ook hierbij weer wat last van de zon en de schaduw. Nou ja, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon gezorgd dat hun zo goed mogelijk nog in de schaduw zaten. Tot hun scherp stellen. En het licht in zijn zodat dat zo goed mogelijk in één keer kon doen. En dit is dan mijn favoriete foto. We zijn nog even naar achter de caravan gegaan. Voor deze foto. En daarna zijn we weer in de caravan gegaan. Want we moeten natuurlijk wel een foto hebben als ze wegrijden. Eerst nog eventjes een foto van het achteraanzicht van binnenin. En daarna gaan we naar het aanzicht van de buitenkant. Even zo lekker naar binnen fotograferen. En dan zeggen we doei doei en maak een foto als we wegrijden. Nou goed, dit was de aflevering van deze week. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat even hieronder achter of kijk op tv. Stuur me gerust een berichtje. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Joejoe!